ijs was gauw gebroken. En we werden zo vertrouwd met elkaar dat we over alles konden discussiëren. Over de problemen in een jonge mensenleven en het belang om vrij te zijn, om geen verschil te maken in ras of stand of geloofsovertuiging. Dat vind ik een grote les uit het kamp. Ja, ik bewonder zijn positieve levenshouding heel erg. En ik hoop als ik zo oud mag worden als Ernst, dat ik dan de vrouwelijke versie mag worden van Ernst. Want zoals hij is, zo ken ik maar weinig mensen. En ik ben heel blij dat ik hem heb mogen ontmoeten. Wat ik me vooral heb gerealiseerd is dat er nog steeds plekken op de wereld zijn waar mensen verdwijnen en waar mensenrechten op deze manier geschonden worden. En dat dat niet alleen iets van vroeger is. We moeten dit niet vergeten en we moeten die fakkel doorgeven en de herinnering levend houden.